Minister Financiën sluit bezoek Arab Coordination Group NCDB succesvol af. De vergaderingen van de vertegenwoordigers van de Islamic Development Bank, het Kuwait Fonds for Arab Economic Development, het OPEC Fund for International Development en de Caribbean Development Bank in Suriname zijn vlot verlopen. De vergaderingen vonden plaats van 14 tot en met 22 januari 2019. De 16 vertegenwoordigers spraken hun waardering uit over de zeer unieke situatie waarbij het Suriname is gelukt om de 4 eerder genoemde internationale organisaties op hetzelfde moment in ons land aanwezig te hebben voor de beoordeling van 1 project. Het betrof het Expansion of Power Generation, Transmission and Distribution Systems Project. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.